zoals we net verteld hebben, we begonnen met een letterlietermix en daarna melk. Als de biggen 12 dagen oud zijn, beginnen we met kruim buiten voeren. We beginnen met kleine hoeveelheden en we mengen het aan met melk. Binnen een dag of drie heb je ongeveer een half kilo tot drie kwart kilo opname al bij de biggen. De biggen zijn zo getriggerd op het bakje dat ze ook heel makkelijk uit het bakje vreten. Ook hier is de stelregel weer dat het je elke keer vers moet bijvoeren en het bakje moet elke keer schoon zijn. Als de pap niet goed opgegeten wordt, dan stoppen we er ook direct mee. Dan gaan we weer terug naar een vers product en starten we weer opnieuw op. Wat we hier wel doen is dat we als we op droog gaan, of als we gaan bijvoeren, dat we 's morgens pap verstrekken en 's avonds in de droogvorm voeren. Als wij droog beginnen en droog blijven voeren, dan halen we niet de opname die we willen. En dus we doen op week 3 voeren we nat bij. Twee keer daags. En als we een proef doen, dan stoppen we de laatste week. Maar voor mezelf haak ik het door tot de laatste week en dan voer ik gewoon twee keer daags. Eén keer nat, één keer droog. Wat we ook doen is, we voeren CCM bij. Dat voeren we vanaf dag 0 al in de kraamstal. En we voeren gewoon elke dag een handje. Het is een heel smakelijk product. Het werkt heel goed tegen diarree en welke vorm dan ook. En als we de big spenen, nemen we de CCM ook mee na het spenen. En daar verstrekken we 2 kilo droogvoer met ook een handje CCM. En dat stimuleert de big heel erg om te vreten. We hebben in een proef wel eens meer keren per dag bijgevoerd. Dat we elke voerbeurt van de zeug ook de biggen bijvoeren. Dan haal je opnames die naar meer dan 1,5 kilo per big gaan. En dat doet niet zoveel meer als dat je tekendag bijvoert. Bij ons is de opname van de biggen eigenlijk nooit een probleem. We zitten hier gemiddeld aan 1 kilo tot 1,2 kilogram droogstofopname. En nog meer stimuleren is ook een soort overkill. Je haalt wel hoge speengewichten. Alleen na het spenen raak je het weer heel makkelijk kwijt omdat je gewoon te lichte biggen hebt gemaakt. We blijven hetzelfde bakje doorvoeren omdat de biggen dat bakje kennen. Het bakje is niet ideaal. We praten ook over, als wij praten over een opname van 1,2 kilo, dan bedoelen we eigenlijk wat we 1,2 kilo verstrekt hebben. Dat is niet helemaal de opname, omdat je ook nog wat vermorsing hebt. En met name als de biggen wat ouder worden dan, je voert geen pap, dan willen ze de neus nog wel eens erin zetten en rondlopen. En als je dan 1 kilo in het bakje gooit, dan spitsen ze gewoon het hele bakje leeg. Daarom doen we altijd 0,5 kilo. En in de natte vorm heb je veel minder vermorsing, maar in de droge vorm heb je wat meer vermorsing. Op het eind is het over, dan vreten de biggen gewoon vlot het bakje leeg, maar in het begin spelen ze nog een beetje mee. We proberen de biggen altijd gelijktijdig met de zeugen te voeren. Lukt niet altijd, want we trekken de hendel los en krijgen alle zeugen tegelijk te vreten. Daar proberen we wel mee te lopen, maar er zijn natuurlijk altijd koppels waar de zeugen klaar is met vreten voordat je de biggen bijvoert. Maar het streven is wel 2 keer daags op hetzelfde moment bij te voeren en gelijktijdig met de zeugen. De zeugen voeren we 3 keer, maar de biggen voeren we 2 keer. Ja, we beginnen met melk te voeren, die smaak kennen ze. En daarna gaan we over op de kruim. En dat verstrekken we met verdunde melk. En dat is puur alleen voor de smaak en de smakelijkheid van het product. Doordat ze de smaak kennen, gaan ze heel makkelijk over op de kruim met een smaakstof melk erbij. Hij is gewoon, voor de opname stimuleert dat enorm. Als je het gewoon met water aan gaat maken, dan zie je dat de opname veel minder is. En dat hoeft in de normale verhouding, houden we helemaal niet aan. We doen 1 op 10 in plaats van de normale verhouding. En dat is meer dan voldoende om de smaak van de melk terug te laten komen in het product.